Minister Armand Achijbersing van Financiën en Planning toonde zich vandaag erg ingenomen bij de overdracht van schooltassen aan zijn collega's Marie Levens en Rishma Kuldeep Singh. De schooltassen zijn aangeschaft bij vrouwelijke ondernemers ter ondersteuning van het Surinaams product. Het initiatief voor dit project komt van assembleelid Patricia Etnel. Het gaat om de productie stimuleren in Suriname. En dit is een mooie aanzet daartoe. Dames, gaat u voor. Neemt u de aanbeveling mee om te kijken als u uw assortiment kunt uitbreiden. En dat we ook tijdig nu een eerste aanvang gemaakt hebben. Tijdig kunnen produceren en via de winkels ook kunnen verkopen. Ik geef ook mee aan de dames. De regering geeft al aan dat ze kijken richting volgend jaar. Wat er allemaal zal gebeuren. Belangrijk is dat we heel tijdig moeten afspreken hoeveel het zullen zijn en wat het allemaal zal worden. En natuurlijk, de minister heeft ook aangegeven dat hij met ons wil zitten om wat kleine kniepjes door te geven, zodat het allemaal beter wordt. Daar gaan we voor en we moeten ervoor zorgen dat we het Surinaams product blijven stimuleren, maar ook blijven koesteren. De regering moet nog beslissen over het aantal schooltassen dat zij zal doneren aan behoeftigen.